Ja, goedenavond. Mensen hier vanuit de bivak in Neom, Saoedi-Arabië. Ja, we hebben vandaag goede zaken gedaan. We zijn 70 finished. We zijn in het algemeen klassement nog steeds 8e. We zijn wat uitgelopen op Kazale. Die zat vandaag de hele dag voor ons. Ja, we konden hem volgen en op een gegeven moment stond hij met technische problemen. Ja, wij hebben ook rustig aan gedaan. Ik denk dat we op 80% van ons kunnen hebben gereden. Gisteren hebben we natuurlijk een klap gemaakt en ik heb er wel iets last van mijn nek, maar Wouter veel meer. En die gaf toch aan dat het zeer deed en dat hoorden we ook wel in de cabine. Want hij schreeuwde soms als een mager varken. Maar ja, dus we hebben hem toch wel gespaard. En desalniettemin is dat natuurlijk een supermooie beloning dat we dan toch nog 7e worden. En stijgen in het klassement, want je zag toch dat gisteren de Tatra's heel hard hebben gereden. En vandaag stonden ze allebei stil met problemen. En ook de Mars hebben we gezien. Dus wij zijn dik tevreden. Nou, we krijgen net door dat Mitchell nog 100 kilometer moet met de jongens, met Wilfred en Richard. Schijnt dat ze lekker naverkering hebben. Dus die hebben vanavond ook nog volle bak werk. En wij zijn alles aan het klaarmaken voor morgen de etappe naar Oulala. En ik zou zeggen, dan spreken jullie morgen weer. Tot morgen.